We staan hier in Brussel bij de Koninklijke Sterrenwacht waar Samsung zijn Galaxy S22-reeks voorstelt samen met nieuwe tablets, de Tab S8-reeks. De S22-reeks bestaat uit de S22 Ultra, de S22 Plus en de gewone S22. En de Galaxy Tab S8 komt ook in drie varianten met de Tab S8 Ultra als de grootste met een 14,6 inch scherm. En we staan hier bij Sven Adams, de PR-manager van Samsung Benelux. De S22-reeks is voorgesteld. Wat was eigenlijk dit jaar het belangrijkste van deze nieuwe line-up? Oh ja, om kort samen te vatten, we hebben drie toestellen in de S22-reeks. De S22, de Plus en de Ultra. En natuurlijk, als we er één moeten aanduiden die er uitspringt, dat is de Ultra. Dus eigenlijk een beetje de nood hergeboren. Dus ik denk dat dat heel veel mensen heel blij zal maken. Ik vond het heel interessant, bij jullie presentatie zeiden jullie eigenlijk dat jullie merken dat de mensen die nog een Note hadden, Note 20, dat die eigenlijk niet zo heel snel de overstap hebben gemaakt naar de S-reeks van vorig jaar. En dat dat eigenlijk de motivatie is geweest voor de Note nu echt te maken van de S22 Ultra. Oh ja, zoals altijd bij Samsung luisteren we heel erg naar de feedback van onze klanten. En daar hebben we inderdaad gemerkt dat die Note-fans, die zijn heel talrijk. En die waren echt aan het wachten van, ik vond het heel jammer dat we vorig jaar geen nieuwe Note hebben uitgebracht. Nu combineren we eigenlijk een beetje het beste van twee werelden. Hè. Dus de S-reeks en de Note komen samen in dit toestel. Dus ik denk dat vooral die klanten met name heel erg blij zullen zijn. En hij heeft alle S-Pen-acties die we eigenlijk kennen van de Note-reeks, de oorspronkelijke Note-reeks? Ja, klopt. En er zijn er ook nog wel een aantal bijgekomen. Dus ja, de combinatie met wat de S-reeks zo populair maakt en dus ook onze Note-reeks samen, brengt het weer naar een heel ander niveau, ook qua user interface en qua gebruiksvriendelijkheid en productiviteit vooral. Even terug naar de S22, de andere S22-toestelletjes, dus de Plus en de gewone S22. Wat me eigenlijk opviel is dat ze eigenlijk allemaal net een klein tikkeltje kleiner zijn geworden dan vorig jaar. Zit daar eigenlijk iets achter of zo van strategie? Ja, klopt. Hè. Dus als je vergelijkt zeker met de Ultra, wat een heel grote smartphone is, die S22 en de Plus zijn iets kleiner, ook qua design echt volledig anders. Die springen er dus ook wel uit. Maar de vraag ook naar kleinere toestellen, handzame toestellen, die blijft zeker nog bestaan. En daar zijn ook heel veel vraag naar. Design daar speelt zeker een rol. En ja, er is ook nog altijd een grote groep mensen die graag een iets kleinere telefoon kunnen gebruiken. Ik ben heel benieuwd ook op het vlak van de camera wat er eigenlijk is veranderd. Jullie zeiden tijdens de presentatie op het vlak van specificaties, toch voor de Ultra zijn ze hetzelfde gebleven, maar wat is er eigenlijk onderliggend dan verbeterd? Wel, ik denk de voornaamste verbetering is de night photography. Hè. Dus dat is iets waar ik persoonlijk zelf ook heel blij mee ben, dat nu echt een hele stap voorwaarts maakt. Onze sensor op die toestellen is een kwart groter geworden, dus meer licht kan binnenvallen. Dus betere foto's, helderder foto's, ook bij very low lighting. Dus dat is natuurlijk wel de grote pluspunt van deze toestellen en die heel veel mensen zal overtuigen, ook denken wij, om die camera's te gaan gebruiken. En portretten van dieren, zeg? Ja, dus we kennen met z'n allen natuurlijk de selfies die we nemen, maar we kunnen het bokeh-effect op portretten, en die kunnen we nu dus ook met deze toestellen bij onze huisdier, bij onze honden en katten gaan toepassen. Daar ga je ongetwijfeld ook heel veel mensen gelukkig mee maken, die daar echt heel hype voor gaan zijn, dat kan ik me zo wel voorstellen. Het viel me ook op dat de S22 Ultra en de S22 Plus, dat die kwamen met een 45 watt oplader, wel los aan te kopen, dat wel. Maar de gewone S22 die werkt nog steeds met een 25 watt snelle technologie. Waarom is dat dan eigenlijk? Maar het zijn dus drie verschillende toestellen, uiteraard, en ook alle drie een ander prijssegment. Maar de S22 en de 22 Plus zijn sowieso iets kleinere toestellen. Ook de batterij vraagt wel iets minder. Maar grosso modo denk ik dat elke gebruiker van die toestellen dezelfde oplaadcapaciteit zal ervaren en amper verschil zal ervaren daartussen. En puur technisch moet het toch mogelijk zijn, gezien de chipset dat toch hetzelfde is tussen de drie toestellen? Ja, technisch gezien zijn dingen uiteraard altijd mogelijk, maar dan is het een beetje de afweging maken van welke, als die 25 watt voor de 22 en de 22 Plus voldoende is voor dagelijks gebruik, voor regulier gebruik, dan kiezen we natuurlijk daarvoor. We hebben natuurlijk ook tablets gezien deze keer. Geen oortjes deze keer, maar wel tablets. Eén die er toch wel heel erg uitspringt is wel die 14,6 inch Ultra Tab S8 Ultra variant. Waarom zo'n groot scherm eigenlijk? Oh ja, de vraag naar bigger screens, die blijft maar groeien. Je ziet het niet alleen op de televisiemarkt, grotere schermen zijn in. Zeker na de voorbije twee jaar waar we met z'n allen hebben heel veel tijd thuis gespendeerd, nog altijd. Dus grotere schermen voor werk, productiviteit, maar ook voor vrije tijd.
tijd voor Netflix en dingen allerhande. Die vraag neemt alleen maar toe, dus wij spelen daar met dit toestel echt wel op in. Ook op het videobellen, wat we met z'n allen doen en ja, vaak ook wel een beetje beu zijn, maar toch het videobellen met een grotere groep mensen bijvoorbeeld, met de hele familie, kan ook via de camera's op die Ultra veel beter verlopen. En kan je ook vice versa, dan als je een grotere groep mensen videobelt, ja, ga je die ook veel beter zien op dat grotere scherm. Ja, ik zag ook dat die de camera echt, dat die jezelf eigenlijk in het frame houdt als je zelf in een videovergadering zit. Hoe werkt het dan? Ja, de zogenaamde autoframing. Dus het toestel gaat zich echt aanpassen als er mensen bijkomen om die mensen dan allemaal te gaan in beeld houden. Er kan tot 10 mensen kunnen die in die autoframing worden ingepast. Dus dat is echt wel een leuke feature en echt wel een nuttige feature bij dat videobellen. Ik zag wel bij het design van die Ultra variant dat die zo een kleine notch heeft in het scherm, of zo'n grote inkeping eigenlijk in het scherm. Hoe komt het eigenlijk dat die niet de fijnere schermrandjes heeft van die andere tablets van de Tab S8-reeks? Ja, dus twee redenen. Hè. Dus je hebt een fijnere bezel inderdaad op die Ultra tablet, maar dan ook die twee camera's. En om die echt beter te kunnen, echt goed te kunnen positioneren, hebben we een kleine notch voorzien op de voorkant op het scherm. Ik vroeg me nog als laatste af, vandaag is er dan het cijfer van IDC en Bloomberg eigenlijk te horen hebben gekregen dat Samsung op het vlak van het marktaandeel met het premium segment specifiek, dus niet de andere, maar echt het premium telefoons, dat jullie een beetje achterop zijn geraakt in 2021 ten opzichte van Apple, vooral in groeimarkten zoals India, China, die zaken. Hopen jullie dat eigenlijk om te keren met de telefoons die dit jaar zijn gelanceerd, de S22-reeks bijvoorbeeld? Maar om te beginnen kijken wij uiteraard als Samsung altijd eerst en vooral naar onszelf. En als we bijvoorbeeld naar vorig jaar kijken, de foldables, waar zoveel rond te doen was en waar we ook heel sterk in geloven, dan zien we dat daar de verkoopcijfers maal 5 zijn gegaan. Dus ja, ik denk dat alleen maar bewijst dat we op de goede weg zijn. Ook met deze lancering zijn we ervan overtuigd dat we een grote groep en een steeds groeiende groep mensen blijven aanspreken met die innovaties. En jullie hebben weer iets mooi in petto, zeker voor ons met de foldables dit jaar? Ik zou zeggen, stay tuned. Hè. Er is altijd wel iets wat Samsung in de pipeline heeft. Dus dat komt er zeker dit jaar nog, komen er andere dingen ook nog aan. Heel erg bedankt Sven Adams voor dit interview. Graag gedaan. Nu zijn we weer helemaal mee over de Tab S8-reeks en de S22 vlaggenschepen. Vergeet zeker niet deze video te liken en te subscriben als je het een leuke video vond. En tot de volgende keer!